Ik wacht nu op wat lijsten van ze die ze hebben beloofd me te zullen opsturen. En op basis daarvan gaan we dan verder actie ondernemen. Ze hebben me beloofd lijsten met namen op te sturen van personen die issues hebben op bepaalde gebieden die we hebben besproken. En ik denk dat het al eerder was gebeurd. Dat hebben ze ook aangegeven. Ze hebben me ook brieven gegeven die aantonen dat er geschreven was. Mm-hmm. Bijvoorbeeld over inhoudingen voor bondscontributie, maar dat nog niet is uitgevoerd. Dus dat soort zaken gaan we nu in orde proberen te maken. Ja, er zijn brieven gericht aan diverse personen hieromtrent. Dus nu is het zaak om de inhoudingen dan te laten plegen. Maar daarvoor hebben we een geactualiseerde ledenlijst nodig. Dus dat is een van de documenten die men moet opsturen. Los van het feit dat u zich nu moet voorbereiden op de komende verkiezingen, ziet u dus ook dat werknemers van het ministerie kampen met problemen. Is er misschien te veel op uw bord voor zo'n korte periode? Nee, dat zou ik niet zeggen. En ik heb de bond ook aangegeven dat ik bij de overdracht de nieuwe minister ook zal informeren over de gesprekken die gevoerd zijn met de bond. En hetzelfde geldt ook voor andere issues, zodat hij of zij toch wel bewust is van wat er speelt en leeft op het ministerie. Het hoeft niet dat ze zullen zijn opgelost, maar in ieder geval dat er beweging is. En daarom ook dat ik de nieuwe minister omstanders zal brieven. Heeft al... Ongeacht wie hier zit, het principe van goed bestuur vereist dat de afspraken die zijn overeengekomen worden nageleefd. Dus dat zal ik toch wel zeker proberen te bewerkstelligen. Nee, ik heb nog helemaal niks gehoord. Dat is een issue die in de coalitietop besproken zal worden. Dus ik denk dat daar in de coalitietop er eerst overeenstemming bereikt moet worden. En dat daarna de vervolgstappen ondernomen zullen worden om de nieuwe minister zo gauw als mogelijk te benoemen. Ik heb diverse presentaties gekregen die me toch een goed beeld hebben gegeven van het proces wat betreft de voorbereidingen van de verkiezingen. Het proces voor wat betreft de afdeling CPA, die over personele aangelegenheden gaat van alle ministeries. Maar ook andere issues zoals automatisering, etc. Daarover heb ik presentaties gekregen. Dus ik weet nu ook waar de schoen knelt. Dus die punten gaan we ook oppakken. Mm-hmm. Ik wacht nog vanuit de directie. Wacht ik nog op wat voor wat info. Zodat ik dan kan praten met mijn collega van financiën.